Ik heb meneer Leijzen horen zeggen, het is niet omdat je iets mag doen, dat je iets kan doen, dat je het ook moet doen. En dat is juist, in deze ben ik zelf een stuk ervaringsdeskundige. Ik ben kort even minister geweest. Na mijn ontslag betekende dat dat ik volgens de regels recht had op een uitredingsvergoeding van 36.000 euro. Ik heb die geweigerd, ik heb die niet opgenomen. Volgens de regels was het ook zo dat ik 16 maanden gebruik kon maken van twee medewerkers, 16 maanden aan een stuk. Ook dat heb ik geweigerd. Ik heb daar niet voluit gebruik van gemaakt. Wat betekent dat in mijn concreet geval? Ja, 6 maanden zonder loon of zonder uitredingsvergoeding. En ik heb wel gebruik gemaakt van die medewerkersregeling voor 4 maanden, terwijl ik er 16 maanden gebruik van kon maken. Dus het is juist, meneer Leijzen, het is niet omdat je iets kan dat je het moet doen. En daar zit een rol en een voorbeeld bij iedereen op te nemen. Tegelijk denk ik dat het debat toch leert dat wij allemaal aanvoelen dat de regel zelf niet meer juist zit en dat die aangepast moet worden. De federale regeling is nu dat ex-ministers de ganse legislatuur aan een stuk 2 medewerkers kunnen houden. En we voelden eigenlijk allemaal aan dat dat exuberant is, dat dat overdreven is. Het is niet de regering die dat moet aanpassen, het is het parlement dat dat moet aanpassen. Wij moeten dat doen. Punt 1. Punt 2. Il ne faut pas faire du bruit, il faut changer réellement les choses. Dat is wat meneer Piet Buff zegt. Wat meneer Leijzen zegt is, haast en spoed is zelden goed. Laat ons daar onze tijd voor nemen. Mijn oproep zou zijn, laat ons alsjeblieft kijken naar die parlementen waar men de oefening al gedaan heeft en men de tijd ruim genomen heeft om die regeling al bij te sturen. En er is bij uitstek 1 parlement die de taak al heeft opgenomen en die daar al een vermindering heeft doorgevoerd, en dat is het Vlaams parlement. Ook daar was de regeling, ganse legislatuur, 2 medewerkers en is aangepast. N-VA wilde daar radicaal in doorgaan. Er is een compromis uitgekomen. Wat is het compromis in Vlaanderen? Dat je niet de ganse legislatuur, maar nog maar 2 jaar, niet 2 medewerkers, maar 1 medewerker krijgt. Dat is een compromis waar eigenlijk alle Vlaamse partijen zich hebben teruggevonden in het Vlaams parlement. Dat bedachtzaam is doorgevoerd na lange discussies en overleg tussen alle verschillende partijen. En ons oproep en dit amendement is om alsjeblieft dit te doen. We weten allemaal dat er werk is om de geloofwaardigheid in de politiek te versterken. We weten allemaal dat we over zulke dossiers zeer stoere verklaringen kunnen afleggen. Maar dat is specifiek wat wij niet willen doen hier. Wij komen met een voorstel aan tafel dat beduchtzaam en bedachtzaam is uitgewerkt in compromis tussen de verschillende partijen. Om dus ook hier in de federale Kamer het Vlaamse systeem in te voeren. Niet langer de ganse legislatuur, maar nog maar 2 jaar. Niet langer 2 medewerkers, maar nog maar 1. Dit is geen populistisch voorstel. Dit is een wel overwogen voorstel dat in Vlaanderen in elk geval gesteund is door VLD en CD&V, maar ook SPA, Groen, de andere Vlaamse partijen. Dus bij uitstek de Vlaamse partijen wil ik hier oproepen om ons amendement, dat een compromisamendement is, te stemmen. Dat zou onmiddellijk een stap vooruit kunnen zetten in dit debat. En dat zou daarnaast niet de totale oefening overbodig maken. Maar laat ons hier de kans grijpen om al dat signaal te geven aan de burger. Dat kan makkelijk. Wij zijn daarvoor bevoegd. Laat ons die bevoegdheid ook nemen. Niet in zijn radicaliteit, maar wel in zijn concreet bewezen operationaliteit. Dank je wel. Alors, nu.